Zo, lieve kinderen van Teerijk, hoe is het met jullie? Jammer dat Sinterklaas niet op school mag komen, hè? Met dat coronavirus. Tjonge, jonge, jonge, wat jammer. Maar ik hoop dat we er volgend jaar weer kunnen zijn. En ik werk dit jaar thuis. En de Pieten doen al het werk. En daarom heb ik afgelopen week mijn luisterpiet een paar keer naar jullie school gestuurd. Om eens even bij jullie in de school binnen te gluren. En de luisterpiet kwam elke keer heel enthousiast terug. En dan vertelde hij aan de lieve kinderen van groep 3 volop aan het sleutelen waren. Aan oude fietsen en banden. En juffrouw Anne en juffrouw Bente, die speelden ook een keer voor Piet. Nou, dat zou ik wel eens willen zien. En toen hebben jullie hele mooie fietsen getekend. Prachtig. En Piet die kwam eens een keer een beetje nerveus terug in mijn kasteel. Hij had gezien dat de kinderen van groep 1 en 2 zo hard aan het leren waren en dat ze naar de Pietenschool wouden. En dan was hij een beetje bang dat hij dan geen Piet meer mocht zijn. Maar Sinterklaas heeft nog werk genoeg. Jullie mogen Piet zijn, maar de rest van de Pieten mogen ook Piet blijven. En jullie hebben al heel erg goed je best gedaan. En Piet kwam helemaal lachend terug van naar het kasteel. En weet je wat hij gezien had? Die had juffrouw Mieke, die had alle chocolade pepernoten opgegeten. Als er nou nog maar wat overgebleven is. Juffrouw Mieke, je moet niet alles opsnoepen hoor, want Sinterklaas ziet alles. Wisten jullie ook dat juffrouw Jamie heel erg van paarden houdt? Ja. En mijn stalpiet, die was vorige week eens gaan kijken op de stal bij haar. En hij zag alleen maar een bruin en een zwart paard staan. Misschien is het een idee, juf Jamie, om een keertje op mijn mooie witte paard o zo snel te komen rijden. Je bent van harte welkom hoor. En mijn cadeaupiet, ja, die heeft wel heel erg zijn best gedaan om voor jullie de cadeaus op school te bezorgen. Er is één klein probleempje. Alle cadeaus zijn verstopt. Deze mogen jullie met hints gaan zoeken. Heel veel succes, een hele fijne dag op school en hopelijk zijn jullie blij met alle cadeautjes. En ik heb ook nog een gedicht. Piet, pak mijn gedicht eens even. Ja, dit moet ik hebben. Dit moet ik hebben, juist. Zeg, lieve kinderen en juffen van het Leerrijk, eindelijk ben ik weer in het land. Maar, lieve jongens en meisjes, wat is het toch in toestand? Jullie hebben mij vast op tv gezien. Ik werk dit jaar thuis. Want met het coronavirus is van alles niet pluis. Ik had jullie graag een bezoekje gebracht. En ook hadden jullie natuurlijk die lieve Pieten verwacht. Deze boodschap van mij, hopelijk, maakt het jullie toch een beetje blij. Ook dit jaar is er weer van alles gebeurd. Jullie hebben thuis gerekend, gelezen en gekleurd. De scholen moesten dicht. Het thuiswerken werd verplicht. Maar ik, de Sint, heeft gezien, jullie verdienen voor huiswerk maken een dikke 10. Bedankt, heel fijn Sinterklaasfeest en hopelijk tot volgend jaar. Dan kom ik weer heel graag naar het Leerrijk toe. Dag kinderen, dag juffen en meesters, tot ziens.